De Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren heeft afgelopen zaterdag aan 21 leerlingen die aan de Wiskunde Olympiade 2018 hebben meegedaan, prijzen uitgereikt. Het is de zesde keer dat de Olympiade is gehouden. Volgens Erwin Hidalgo, voorzitter van de Commissie Surinaamse Wiskunde Olympiade SUO, is er qua deelnemers de afgelopen 2 à 3 jaar een groei geweest. Maar naarmate de tijd naderde, merkten wij op dat het enthousiasme om mee te doen bij de leerlingen en de scholen ook groter werd, zegt Hidalgo. Ja, nu zitten we met dit resultaat dat 70 scholen van de 77 al meedoen. Dat is toch al een heel mooi resultaat al. Dus ik ben niet ontevreden. Ja, er zijn toch wel kinderen die toch nog zeggen van ja, wiskunde is toch moeilijk. En ook al. Maar ik hoop inderdaad dat nu met de Olympiade de leerlingen minder bang zijn voor die wiskunde, want erg moeilijk is het ook weer dit hoor. Dus zo. De leerling met de beste score is Randy Sheng van de Poolschool met 78 punten. De tweede plek is voor Payal Debi Pershat van Milo Kwata met 75 punten. Op de derde plaats eindigde Ishara Marto Di Kromme van Milo Meerzorg met 73 punten. De winnaars hebben elke schoolpakket en een laptop gehad. Hidalgo zegt verder dat de voorbereiding naar de Olympiade toe, zowel bij de organisatie als op de scholen, vlot is verlopen. De eerste ronde, de vijandlobbywedstrijd, die houden we direct na het toelatingsexamen of centraal middelexamen, eindexamen. Het is precies een van die periode gevallen. En daardoor kunnen we ook heel mooi samenwerken met het examenbureau, want daar gaat dus alles zo, komt naar, valt daar in één. Maar daar komt dus de leerling in actie. Dus op het moment dat het werk dus op de school is, dan gaan ze dus het werk maken, de eerste ronde, aan de eerste ronde meedoen. Wij zijn dus daarvoor al in actie. We moeten dus de scholen alvast vragen dat ze doorsturen welke leerlingen mee willen doen, de leerlingen motiveren. En dan wordt het werk opgesteld ook nog. En dan, ja, dan hebben ze die grote dag, de eerste ronde. Dus daar leggen de leerlingen echt landelijk op alle scholen aan het werk. En dan komt de correctie. Erwin Hidalgo, voorzitter van de Commissie Surinaamse Wiskunde Olympiade SUO. Afgelopen zaterdag na de prijsuitreiking van de zesde Wiskunde Olympiade. De uitreiking vond plaats in het auditorium van Self Reliance.